Hier achter mij staat de QE65Q80R. Een van de grote nieuwe QLED-tv's van Samsung met een schermdiagonaal van 65 inch. Een van de nieuwe ontwikkelingen dit jaar heeft niet zozeer met het beeld of geluid te maken, maar met de toevoeging van Apple AirPlay en Apple TV. De QE65Q80R is een Ultra HD 4K LCD televisie met Direct Full Array. En met dit laatste wordt bedoeld dat de LED backlight direct achter het LCD scherm zit en niet in de randen van de tv en ook in meerdere zones is verdeeld. Daarbij kan de lichtintensiteit van de LED dan variëren tussen die verschillende zones. En dat weer afhankelijk van de inhoud van het beeld dat getoond moet worden. De backlight brandt dan bijvoorbeeld minder fel bij donkere delen in het beeld en juist wat feller als het juist lichter moet zijn. Dit wordt ook wel local dimming genoemd. Als we de Q80 afzetten tegen de beste uit de test, de LG OLED 65C8 uit 2018, dan laat deze een vergelijkbare beeldkwaliteit zien. Het beeld is scherp en zeer helder met behoorlijk natuurlijke kleuren. En het zwart is dan misschien niet zo zwart als bij een OLED, maar doordat de tv een hoge helderheid kan produceren, biedt het veel contrast. Zeker bij films met HDR, High Dynamic Range, doet de Q80R het prima. En zijn zowel zeer heldere als donkere onderwerpen goed in detail te zien in één beeld. Het grootste verschil is de mindere kijkhoek van de Q80. Je verliest vrij snel al wat kleur en contrast wanneer je een beetje vanaf de zijkant naar het scherm kijkt. Zeker in vergelijking met OLED-tv's. Maar zolang je redelijk recht voor de tv zit, maakt het eigenlijk niet zoveel uit en laat de Q80 een fraai plaatje zien. Ook wat de oren betreft zit je goed met deze Samsung. Het laat een rijk, helder en gebalanceerd geluid horen met goed klinkende hoge en lage tonen. En het is daarmee ook een van de betere tv's die we gehoord hebben. De Q80 is natuurlijk ook een smart tv en het Tizen Smart TV systeem van Samsung werkt prima en erg vlot. Het reageert meteen op al je commando's via de eenvoudig vormgegeven afstandsbediening en verder zit het menu simpel en overzichtelijk in elkaar. Het is daardoor dan ook makkelijk te gebruiken. Alle belangrijke video-apps zijn erop terug te vinden, zoals Netflix, YouTube en NPO Start. Maar sinds dit jaar zien we ook Apple TV op de smart tv's van Samsung. Waar je vroeger dus altijd een los apparaat, de Apple TV, nodig had om de content uit de iTunes Store te bekijken, zoals films, kan het nu dus ook gewoon via een app. Het enige wat je nodig hebt is een werkend Apple-account en vervolgens kun je dan gemakkelijk films en series huren. Apple lijkt met de Apple TV app ook alvast voor te sorteren op de videodienst die het bedrijf aan het ontwikkelen is. Ook nieuw dit jaar is de ondersteuning voor Apple AirPlay 2 door Samsung Smart TV's. Daarmee kun je makkelijk draadloos video's vanaf je iPhone, iPad of Mac naar de tv streamen. Het is zeg maar de Google Cast van Apple. Op deze manier kun je bijvoorbeeld je eigen foto's en video's op de Q80R tonen. Of YouTube op je telefoon starten en de filmpjes dan op de tv laten zien. Enige vereiste is dat je op hetzelfde wifi-netwerk zit als de tv. De QE65Q80R overtuigt met een prima beeld- en geluidskwaliteit. En met de toevoeging van onder meer AirPlay en Apple TV is de smart tv-functionaliteit nog verder uitgebreid. Nou, op dit moment kost de tv zo'n 2700 euro in de winkel, maar we verwachten wel dat dit in de loop van het jaar zal zakken. Er is ook een 55 inch variant en die kost zo'n 2000 euro. Wil je meer weten over de Samsung Q80R en onze testresultaten? Kijk dan op onze website.